Dit jaar voor de tweede keer in Oost, de ontwikkelmarkt. De markt voor medewerkers, waarbij ze zich kunnen verdiepen in verschillende workshops, cursussen en opleidingen. Net zoals vorig jaar kunnen zij hun persoonlijke ontwikkelingsbudget hiervoor inzetten. Het loopt wel oké. Bepaalde jongens hebben zich toch opgegeven wie ik het eigenlijk niet verwacht had. Om op een andere afdeling stage te lopen. Vorig jaar heb ik cursus gezond leven gedaan. Ik vond het heel erg leuk en prettig. Het was een goed dagcursus. Dit jaar heb ik nog geen keus gemaakt. Maar ik heb me wel aangegeven een dagje meelopen met een teamleider. Even kijken hoe ze per dag hun werk doen of zo. Dat heb ik zo begrijpen. Er zijn bespaarbaar een aantal dingen die maken. Ik denk van nee, wil ik eens even verder op ingaan. Even kijken. Ik heb papieren meegenomen, foldertjes. En heb helemaal gemak hier te doorlezen. Wij hebben cursussen bij ons op het gebied van veiligheid, vaardigheid, communicatie, persoonlijke ontwikkeling, teamleider trainingen en ook op het gebied van de machines, de specifieke deskundigheid. Wat ik zo om me heen zie, wordt overal echt gebruik gemaakt van het aanbod van de opleidingen. Aanhangopleidingen, cursus Nederlands, computeropleidingen zijn heel populair, heb ik gemerkt. Heel erg goed. Sommigen willen wel 4 opleidingen, of dat allemaal kan, weet ik niet. Maar het geeft aan dat ze heel erg gemotiveerd zijn om iets te doen met hun ontwikkeling. En daar is deze markt voor bedoeld. Wat ik echt vandaag ontzettend leuk vind, is dat het al inderdaad al een beetje gewoon begint te worden. De markt begon eigenlijk om 2:30. Nou, om 2:55 stroomde het hier al vol. En iedereen ging gelijk op die kraampjes af. Ik heb ook een rondje gemaakt. Ik heb heel veel mannen gevraagd van God, weet je al wat je gaat doen voor je ontwikkelbudget? En echt 9 van de 10 keer was het antwoord ja, ik heb me al ingeschreven. En dat vind ik wel een verschil met vorig jaar. En dat vind ik ook leuk. We doen nu weer hetzelfde, we herhalen het. Maar dat werkt eigenlijk nu nog meer beter dan vorig jaar.